Vandaag een antwoord op de vraag van Boris. Boris heeft al jarenlang, eigenlijk al zolang hij zich kan heugen, heeft hij een moeizaam verlopende stoelgang. En de frequentie van poepen, die is niet bepaald hoog bij de Boris. Als hij één keer per week naar de wc moet om te poepen, dan is het eigenlijk nog veel. Tenminste, zo was het in de afgelopen jaren. Afgelopen jaar heeft Boris besloten aan zijn gewicht, aan zijn overgewicht te werken. Hij wilde graag wat kilootjes overgewicht wilde hij kwijt. En hij besloot toen om dat gewicht kwijt te raken met behulp van een dieet. Dat dieet, dat schreef veel kleinere porties voor dan hij gewend was te eten. En ook minder porties dan hij gewend was te eten. Dus hij voorzag, hoe zal dat gaan zijn met betrekking tot mijn stoelgang? Want ja, minder grote porties en minder vaak iets eten. Ja. Dat gaat vast geen goede effecten hebben op mijn stoelgang, het verloop ervan en de frequentie waarmee ik moet poepen. Want ja, dat is toch een beetje gevolg van hetgeen onderin je darmen belandt, dan moet er een keertje weer uit. Ja, en als je minder gaat eten en minder vaak gaat eten, ja, dan kan dat toch niet al te gunstig zijn. Zou je denken, dacht Boris. Maar wat schetst de verbazing van Boris? Hij is het dieet gaan volgen met veel kleinere porties dan hij gewend was te eten. En ook veel minder vaak eten op een dag dan hij gewend was te doen. En zijn stoelgang is verbeterd. De frequentie van poepen is sterk toegenomen ook. Boris moet opeens dagelijks naar het toilet om te poepen. Nou echt. Helemaal tegen zijn logica in. Dus de vraag van Boris is: hoe kan het dat ondanks dat mijn dieet veel minder grote porties adviseert en ondanks het feit dat mijn dieet maakt dat ik minder vaak eet dan voorheen en je dus zou denken dat er minder vaak voedingsresten en ook minder voedingsresten in totaal in mijn darmen belanden, dat ik dan toch beter moet poepen, veel vaker moet poepen. Hoe kan dat? Nou, Boris, je ontlastingspatroon. Het patroon waarmee de vulling van jouw darmen met voedingsresten uiteindelijk in jouw toiletpot belandt, is afhankelijk van een aantal factoren. Hoe zit het? Wanneer je iets eet, wordt dat, als het goed is, verteerd. Maar niet alles van hetgeen jouw voeding bezit is verteerbaar. Dus er belanden ook onverteerbare resten onder in je darmen. Wat belandt ook onder in je darmen? Dat is hetgeen met behulp van jouw galblaas afgegeven wordt qua vetoplosbare afvalstoffen uit jouw lijf. Die worden afgegeven in jouw darmen. De afvalstoffen uit jouw lijf, samen met de voedingsresten die niet verteerd kunnen worden, wat als goed is dagelijks beide in jouw darmen belandt, je dikke darmen belandt, dat is jouw ontlasting. En het patroon waarmee deze in jouw toiletpot belandt, dat is jouw ontlastingspatroon. Dat liet nogal te wensen over eerder, terwijl jij best wel vaak best wel veel at en ja. Afvalstoffen worden altijd gevormd in je lijf. Ja, en dan laten we maar hopen dat die ook wel afgegeven werden in die tijd in jouw darmen. Hoe kan het? Nou, waar is het ontlastingspatroon van afhankelijk? Je krijgt dus voedingsresten die niet verteerd kunnen worden onderin je darmen dagelijks. En je krijgt afvalstoffen afkomstig uit je lijf. Krijg je onderin je darmen. Dat doet iets met de vulling van jouw darmen en daarmee de druk op jouw darmwand. Dit betekent dat jouw ontlasting, zodra dat jouw darmen vult, informatie verschaft welke drukreceptoren gevestigd in jouw darmwand kunnen ontvangen. Die drukreceptoren,
Heb jij altijd. En vulling van jouw darmen heb jij in meer of mindere mate afhankelijk van je dieet. En hè, dat soort dingen heb je ook altijd. Maar wat is dan aan de orde? Die informatie die wordt ontvangen, die moet ook overgedragen worden in die zenuwcel. En vervolgens moeten ook spieren gevestigd in jouw darmen daarop gaan reageren. Die moeten aangestuurd worden, geprikkeld worden om peristaltiek dambewegingen uit te voeren. Dat wil zeggen achtereenvolgens aanspannen en ontspannen om hetgeen in jouw darmen is beland vooruit te stuwen. Dat stukje, dat ging voorheen, want jij had gewoon wel vulling van jouw darmen. Er kwamen ook wel afvalstoffen uit jouw lijf in jouw darmen. Maar de reactie van jouw darmwandspieren daarop, nou, die vond niet echt optimaal plaats, want jij hoefde nauwelijks te poepen. Dus het werd nauwelijks met behulp van darmbeweging, met behulp van peristaltiek naar de uitgang geduwd. En dat is verbeterd. Dat doet vermoeden dat als gevolg van jouw dieet de informatieverwerking in jouw darmwandweefsel, die duidelijk eerder niet goed verliep, beter is gaan verlopen, waardoor de darmwandspieren veel beter het signaal krijgen dat ze peristaltiek uit moeten voeren als reactie op de vulling van jouw darmen. En dat deze ook veel beter in staat zijn ten opzichte van eerder om dat ook uit te voeren, die activiteit. En waar is dat van afhankelijk? Nou, dat is afhankelijk van de voedingstoestand in jouw lijf. Het dieet wat jij volgt doet iets met de voedingstoestand in jouw lijf. Als jouw dieet optimaal bijdraagt aan het behoud, het bereiken en het behoud van een goede voedingstoestand in je lijf, en dat doet het wanneer het optimaal voorziet in vocht en essentiële voedingsstoffen en zo min mogelijk voorziet in niet-essentiële, dan zal de voedingstoestand in jouw lijf verbeteren. Is jouw lichaam in staat met behulp van hormonen jouw ideale bloedsamenstelling te bewaken? Is jouw lichaam met behulp van hormonen goed in staat om processen in jouw lijf aan te sturen, op elkaar af te stemmen en vocht en voedingsstoffen over alle delen van jouw lijf die het nodig hebben te verdelen? Dat betekent dat enkel bij een goede voedingstoestand jouw darmwandweefsel met regelmaat voorzien wordt in vocht en de voedingsstoffen die daar nodig zijn om informatieverwerking over de vulling van jouw darmen mogelijk te maken, om jouw darmwandspieren goed aan te sturen op het moment dat zij bewegingen moeten vertonen als reactie op de vulling van jouw darmen en de activiteit van die darmwandspieren ook mogelijk te maken. Dit alles is dus het gevolg van een goede voedingstoestand. Als de voedingstoestand in jouw lijf als gevolg van het dieet wat jij aanhoudt niet goed is, dus als jouw lichaam een tekort ervaart in vocht en of één of meerdere essentiële stoffen of overschotten in niet-essentiële, dan is jouw lichaam onrustig, dan heerst er onrust in jouw lijf, heeft jouw lichaam moeite jouw ideale bloedsamenstelling te bewaken. Heeft jouw lichaam ook niet de prioriteit om vocht en voedingsstoffen evenredig over alle weefsels die dat nodig hebben te gaan verdelen? Want dan kan jouw bloedbaan leeg gaan stromen. Of in ieder geval die ideale bloedsamenstelling verloren gaan. En dat kan niet, want dat maakt dat jij zomaar dood neer kan vallen. Dat doet je lichaam dus nooit. Dus bij een slechte voedingstoestand in jouw lijf zal de aanvoer van vocht en voedingsstoffen naar jouw darmwandweefsel verslechteren. Met als gevolg dat informatie over de vulling van jouw darmen niet goed overgedragen kan worden. De aansturing van jouw darmwandspieren minder goed verloopt. En de werking van die spieren ook minder goed verloopt. Kennelijk heeft de aanpassing van jouw dieet gezorgd voor een verbetering van de voedingstoestand in je lijf. En kennelijk was jouw eerdere dieet niet echt goed in staat om een goede voedingstoestand in jouw lijf te kunnen bereiken en behouden, Boris.